Nu is spreken Gods werk, geen tekens meer, geen wonderen. Het is niet het tijdperk van genade. God is echt en normaal. In de laatste dagen is hij niet de bovennatuurlijke Jezus, maar een praktische God in vlees. Niet anders dan de mens. Dus het geloof in God is vanwege zijn vele werken, woorden en daden. Ja, het is Gods woord dat de mens vervolmaakt en overwint. Tekens en wonderen zijn niet hun bron van geloof. Ja, het zijn Gods daden waardoor de mens hem kent. In elk tijdperk onthult God verschillende gezindheden. Een ander deel van zijn daden. Maar dat alles geeft diepere kennis van hem, een meer nuchter en waarachtig geloof in God. Dus het geloof in God is vanwege zijn vele werken, woorden en daden. Vervolmaakt en overwint. Tekens en wonderen zijn niet hun bron van geloof. Ja, het zijn Gods daden waardoor de mens hem kent. Vooruitgang in je leven. Dus het geloof in God is vanwege zijn vele werken, woorden en daden. Ja, het is Gods woord dat de mens vervolmaakt en overwint.
zij niet hun bron van geloof. Ja, het zijn Gods daden, waardoor de mens hem kent.